Ik denk dat het een beetje een wisselwerking is. Onbekend maakt onbemind. Dus ik vermoed als het zou uitgezonden worden op een van de commerciële, of een van de nationale zenders, dat er altijd wel publiek zal naar kijken. Er zijn zoveel spelers, de Marissen, de Manes, de Salas, ja. Zoveel spelers van topniveau op in Mayang die aanwezig zijn. En iemand die een voetballiefhebber is, of dat je nou naar de Engelse Premier League kijkt, of naar La Liga, of naar de Afrika Cup. Het zijn bijna allemaal dezelfde sterren en spelers. Ja. Dus ik denk als het zou gebroadcast worden, uitgezonden worden, denk ik zeker dat, ja, dat er een publiek voor zou zijn. Ja, dankjewel Tom, dat je er even bij wilt zijn. Dat je een beetje tijd wilt vrijmaken voor ons. Ja, we kennen jou allemaal als bondscoach van Gambia. En je bent nu op de Afrika Cup. Hoe is de sfeer daar momenteel? Ja, een beetje hectisch. We zijn 2 dagen geleden aangekomen. Er waren wat problemen in de luchthaven met verkeer. We hebben dan in Douala moeten slapen omdat we s'avonds niet naar Limbe mochten rijden. Omdat er gevaren waren voor terroristische aanvallen van de afscheidingsbeweging van die regio. Okay. We zijn hier gisteren aangekomen. Dingen zijn nog niet echt perfect geregeld. Ja. Heel veel veiligheidsagenten. We hebben nog niet zo echt heel veel geproefd van de sfeer van het toernooi. We hebben wel al 3 keer getraind in de tussentijd. Maar de sfeer in de groep van mij natuurlijk begint de focus wel te komen. Nog 3 dagen vandaag ook de openingswedstrijd. Dus stapsgewijs begint het wel te voelen. Ja. En voelen de spelers er zich ook klaar voor? Want jullie hebben natuurlijk een oefenmatch niet kunnen afwerken of afspelen. Maar hoe voelt de groep zich dan? Zijn ze klaar? Ja, want we hebben, dat klopt, we hebben zelfs 2 oefenwedstrijden moeten cancelen. Tegen Algerije en tegen Syrië. Ik heb zelfs eigenlijk mijn hele groep van 28 jongens nooit samen gehad tot op heden. Ik heb in Qatar maximaal met 16 spelers kunnen trainen. Nooit 2 keepers gehad. Oh, wow. En ik heb hier voor de eerste keer 26 jongens op training. Er zijn nog 2 die in Qatar zitten met COVID. Nog 10 stafleden die in Qatar zitten met COVID. Okay, ja. Maar nu lijken we er wel klaar voor te zijn. De sfeer is goed. Ze hebben goed getraind. En ik denk dat ze wel scherp staan. Ja. Wat ons ook natuurlijk interesseert. Hè? Jullie zijn nu met Gambia voor de eerste keer gekwalificeerd voor de AFCON. Maar u zelf, waar is de liefde voor het Afrikaans voetbal ontstaan? Want het is niet de eerste ploeg dat u coacht op het Afrikaans continent. Hoe is dat een beetje ontstaan allemaal? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd de ambitie had om bondscoach te worden. Ik was ook reëel dat ik niet direct bij België, Duitsland of Argentinië moest aanklappen om bondscoach te worden. Ja. Ik heb de ambitie altijd gehad om naar een WK te gaan als bondscoach. Dat blijft nog altijd de droom. En ik geloofde dat in Afrika de makkelijkste weg is. Ja. Ik had vroeger wel iets met Philippe Trousier, die zelf Marokko, Nigeria, Burkina Faso, Ivoorkust en anderen getraind heeft. WK ook gehaald. Dat vond ik altijd wel een trainer die mij aansprak. Mm-hmm. En ja, in 2008 kreeg ik eindelijk de kans om zelf op 2K op de nationale afval te trainen met Namibië. En sindsdien heb ik goede resultaten. En worden gerespecteerd. Ik krijg aanbiedingen daar. Ik doe redelijk goed werk. En nu zeker natuurlijk met Gambia. En die klik is er wel. Maar ik heb ook in het verleden in Europa, in Azië en in de CONCACAF-regio gewerkt. En ik voel me eigenlijk overal wel thuis. Maar natuurlijk heb ik nu wel een reputatie door zoveel landen en gewerkt te hebben in Afrika. Ja. Nu is het al ongeveer 24 matchen of 25 matchen bij Gambia. Dat is wel al vrij veel. Jullie zijn ook voor de eerste keer gekwalificeerd voor de Afrika Cup. Kan je ons eens terugnemen naar dat moment toen dat jullie wisten van oké, we zijn voor de eerste keer gekwalificeerd. Was dat een volksfeest? Ja, toen als ik in Gambia begon in juli 2018, had Gambia hun laatste wedstrijd gewonnen, competitieve wedstrijd gewonnen in september 2013. 5 jaar voor ik kwam, was hun laatste wedstrijd gewonnen. Onze eerste wedstrijd was direct een gelijkspel tegen Algerije. Toen als ik kwam, zei ik ook van ik ben hier om te kwalificeren. Niemand geloofde mij, ook het bestuur niet. Maar geleidelijk aan hebben we dan wel opgebouwd. We hebben gewonnen 2 keer. We hebben gewonnen tegen Marokko in een oefenwedstrijd, 2 keer gelijk tegen Algerije. Toch wel powerhouses in Afrikaanse voetbal. Ja. En ook goede resultaten tegen Benin met overwinningen. En in de kwalificatie kwamen we eigenlijk via de pre-kwalificatie. Want we moesten tegen Djibouti spelen, omdat we bij de slechtste 8e landen in Afrika zijn. Okay. In de groep met Gabon, Angola en Congo. 3 landen die ook op de laatste Afrika Cup waren. Niemand had verwacht
verwacht dat wij ons zouden kwalificeren. Okay. En we zijn uiteindelijk groepswinnaar geworden. En dat was een volksfeest. Jammer genoeg, zonder mensen in het stadion. Maar onze bus heeft over 2 kilometer van het hotel, of van het stadion naar het hotel, 2,5 uur moeten rijden, omdat er zoveel mensen op de straat stonden. Dus Gambia is gek van voetbal. En dit heeft heel veel losgemaakt voor een klein land dat heel veel houdt van voetbal, maar nooit gedacht had dat het nu zou komen. Ja. Natuurlijk, u spreekt over de mentaliteit en u zegt, u kwam toe en zei, ja, ik wil mij kwalificeren. En u zegt dan, mensen geloofden het niet. Met welke mentaliteit stapt u en ook de ploeg naar deze competitie? Willen jullie daar ook het zo ver mogelijk schoppen? Of zeggen we gaan relatief rustig en proberen match per match te bekijken hoe dat we het doen? Ik denk dat het reëelste is match per match. Maar ik geloof wel dat we kwaliteiten hebben om competitief te zijn. Heel veel zal afhangen van de wedstrijden, van of dat we iedereen beschikbaar hebben. Of dat we een COVID-geval hebben. Als we onze sterkste selectie hebben, dan geloof ik dat we echt competitief kunnen zijn. En dat we van niemand schrik moeten hebben. Anderzijds, is het eerste toernooi. We zijn in onze groep de enigste nieuweling. Tunesië, Mali en Mauritanië. Tunesië zeker en Mali ook zijn clubs of teams die voor het hoogste meestrijden. Mauritanië heeft de laatste jaren zich goed ontwikkeld. Ja. Dus wij zijn de underdog. Ja. We zijn het slechts gerangschikte FIFA-ranked team ooit op de Afrika Cup. Maar we gaan elke wedstrijd aanvatten met ambitie om een goed resultaat, om hopelijk te winnen. En we zien op het einde wel of dat het genoeg is om de tweede ronde te halen. Ja, want ja, er zijn ook wel heel veel beloftevolle voetballers bij jullie daar rondlopen. Moussa Barro, Badamossi. Er zijn toch wel een paar heel goede spelers die daar rondlopen. Hoe schat jij de toekomst van Gambia in voor de komende de jaren? Een van de redenen dat ik echt in Gambia ingestapt ben, is eigenlijk omwille van al dat talent dat er rondloopt. Ik was echt verrast dat zij zoveel jaren niet konden winnen. En ik was echt van overtuigd dat ik er iets mee kon maken. In de laatste 3,5 jaar hebben 34 spelers hun debuut gemaakt in de nationale aftal. Ja. Je noemt er een paar op. Hè. Moussa Barro van Bologna, maar ook Badamossi van Kortrijk. Maar we hebben ook Ablaye Diallo van Serain. Hele goede voetballer. Ibrahima Colli van Spezia. Ibrahima Darboaz Roma. Ja. Omar Colli, ex-Racing Genk van Sampdoria. Ja. Asan Cisse, topscorer in Zwitserland bij FC Zurich. Wow, okay. Dus we hebben echt wel heel veel goede voetballers en heel veel jonge voetballers. Ja. Dus ik vermoed, en dat is mijn doelstelling eigenlijk, dat Gambia de komende 5 tot 10 jaar wel kan uitgroeien tot een respectabel Afrikaans voetballand dat regelmatig zich kan kwalificeren voor de grote toernooien. Ja. Ja, nu, je hebt al heel veel ploegen gehad in Afrika. Het zijn er in totaal 7 landen met Gambia erbij. Hoe komt het, denk je, dat er heel veel mensen anders kijken naar het Afrikaanse voetbal? Wat is volgens jou het verschil tussen dan Afrikaans voetbal en Europees voetbal? Ja, ik denk dat er nog altijd dat idee is van Afrikaans voetbal is vrij amateuristisch. Natuurlijk in de jaren 70, 80 en zelfs 90 was het niet altijd de hoogstaande trainers die naar Afrika vertrokken. Maar nu, eerst en vooral moet ik zeggen dat als je ziet welke sterren, welke spelers bij elk elftal spelen, Dan zijn er geen kleine landen, dan zijn het echt de beste spelers van over heel de wereld die voor een Afrikaans land spelen. Ja. Daarnaast ook naar bondscoaches. Egypte heeft Carlos Queiroz, ex-Iran, ex-Real Madrid. Libië, die niet op toernooi zijn, heeft Javier Clemente, ex-bondscoach van Spanje. Okay. Hector Couper, ex-Inter Milan, Valencia, is bij het Congo actief, die ook hier op het toernooi zijn. Ja. Dat betekent dat het Afrikaanse voetbal enorm geëvolueerd is en dat het heel hoger mag aangezien worden dan misschien soms wel de buitenwereld denkt. Natuurlijk zijn er nog altijd organisatorische problemen. Natuurlijk mist het soms nog professionaliteit in de structuur en dergelijke. Maar aan voetbalkwaliteit en aan trainerskwaliteiten denk ik dat het Afrikaanse voetbal niet moet onderdoen voor aan een ander continent. Ja, zeg maar. Ja, ik wou eigenlijk afronden, dus ik ga misschien, als jij nog een vraag hebt, laat ik u even en dan daarna wil ik wel afronden. Nee, eigenlijk wat ik wou vragen is van, is dat volgens jou dan ook de reden, want in België hebben wij geen enkele zender die het uitzendt, is dat volgens jou de reden dat er nog niet zo heel veel zenders daarop durven stappen?
Ja, in het verleden, heel lang geleden, herinner ik me dat Eurosport het wel eens uitgezonden heeft. Maar dat is echt heel lang geleden. En ik vind het wel jammer, want Sky zendt het live uit in de UK, in Engeland. Ja. Ik denk dat het een beetje een wisselwerking is. Onbekend maakt onbemind. Dus ik vermoed, als het zou uitgezonden worden op een van de commerciële, of een van de nationale zenders, dat er altijd wel publiek zal naar kijken. Er zijn zoveel spelers, de Maris, de Manes, de Salas, zoveel spelers van topniveau op in Mayang die aanwezig zijn. En iemand die een voetballiefhebber is, of dat je nou naar de Engelse Premier League kijkt, of naar of, La Liga, of naar de Afrika Cup, zijn bijna allemaal dezelfde sterren en spelers. Dus ik denk, als het zou gebroadcast worden, uitgezonden worden, denk ik zeker dat er een publiek zou zijn. Maar misschien in deze tijden waar al heel veel voetbal op tv komt, vooral een beetje door het Europese voetbal dat overdreven met alle competities altijd maar uitgemolken wordt, is er misschien minder interesse om iets nieuws, het Afrikaanse voetbal. Maar ik ben ervan overtuigd, zeker ook in onze multiculturele samenleving, dat mocht de Afrika Cup op tv zijn, dat er in België ook wel genoeg mensen tv zouden kijken. Ja. Tom, misschien nog een laatste vraag langs mijn kant dan. Wat zou jouw reden zijn naar de kijkers toe om de Afrika Cup zeker te checken? Ja, ik denk dat er zoveel kwaliteit is, zoveel goede spelers, topspelers. En het is een toernooi met spanning, met heel veel kwaliteit en veel passie. Elke speler die in Europa bij een topclub speelt, maar naar Afrika komt, speelt met zijn hart voor zijn land en gaat tot het uiterste. Dus ik denk dat het een heel spannend toernooi gaat worden, met heel veel kwaliteit, maar ook met heel veel passie. Alex. Ik wil u eerst en vooral natuurlijk bedanken voor uw tijd. We weten dat het heel druk is natuurlijk. Hè. We moeten de eerste match voorbereiden. Mijn vraag is, wanneer Gambia de eerste goal scoort, zien wij u dansen op de zijlijn of net niet? Ik ga daar niet op voorbereiden, maar de eerste goal kan ook zijn als we al 3-0 achter staan en dan zal ik niet dansen. Als die eerste goal in de 89e minuut tegen Mauritanië is bij 0-0 stand, dan dans ik waarschijnlijk wel een beetje. Oké, mooi. Wil u zeker bedanken voor uw tijd. Dank je wel, Tom. Bedankt en succes met het toernooi. Heel veel succes. Dank je wel, Tom. Ja, bedankt, mannen. Dank je wel. Salut. Bye.